ik ga vandaag slijm maken met lijm en dit en scheerschuim. En dan moet ik roeren. Eerst moet ik even vragen wat ik er als eerste in moet doen. Tot zo. Nou, ik moet eerst de lijm erin doen. Nou. Check. Oké. Rood. Rood. Ik wil rood. Ik wil rood, mama. Heb je al waterpak? Ja, waterpakken. En dan moet ik wel in de lijm even de kleurstof doen. Je moet er niet te vol gaan hangen. Ongeveer als deze rand ook een beetje is gedaan. Oké, dit is genoeg. Oké. En dan moet ik even wachten op de kleurstof. Kijk, het moet niet gaan moet je roeren. Nee, pas als... ja, ik moet je roeren. Pas als ik het kleurstof heb, dan moet ik gaan roeren met deze spatel van Kerstmis. Omdat deze niet heel vaak gebruik, maar deze mag ik nu wel gebruiken. En de scheerschuim en de wij lenzen moeten eigenlijk water. Oké, mama, wil je nu even de kleurstof pakken? Is papa al mee bezig. Oké, mijn vader is even de kleurstof aan het pakken voor mij. Want ik wil rood, natuurlijk. Dat is altijd het allermooiste. Maar ik hoop dat het goed lukt. Maar dat duurt nog wel eventjes. Dus ik zet hem even op. Oké, volgens mij komt het wel met de kleurstof. Is het gewoon een rood? Oké, nu ga ik. Nu kan ik de kleurstof. Je bent niet aan het opnemen, schat. Echt niet? Nou, ik ben aan het. Blauw ik ga maar blauw. Maar niet zelf doen. Oké, ik wil blauw dan. Ach. Dan ga ik blauw nemen. Want de rood ziet er niet meer zo heel goed uit. Ik ga blauw nemen. Dus. Mama moet even roken. Is er genoeg? Oké, dit is veel genoeg hoor, denk ik. Een beetje roeren? Nou, nu ga ik even roeren. Kijk wat er dan uitkomt te zien. Oh. Het ziet er nu al heel smerig uit. Als je er nu al met je vingers in zit, dan zal ik het niet doen. Volgens mij. Eeuw. Kijk. Dit is denk ik wel genoeg. Mama, moet ik nu de scheerschuim erin doen? Ja. Oké. Nou ga ik de scheerschuim erin doen. Kan ik deze even opleggen? Mag ik hem hier even opleggen? Oké. Nou ga ik de scheerschuim erin doen. Wow. Schudden. Eerst schudden. Hard schudden. Die heb ik echt. Ah. Het is een beetje mislukt. Ik moet eerst schudden. Oké, mama, is dit genoeg? Weet ik niet, moet je kijken. Nou, ik denk wel dat dit genoeg is. Ja, dan ga ik even roeren. Zie je die blauwe kleur? Kijk, ja. Het is nu al vies. Maar ik denk wel dat ik genoeg heb om de stressbal te maken.
trouwens. Ga je stukken maken? Als ik bijna geen wit meer zie, dan ben ik. Dan heb ik goed geroerd, volgens mij, denk ik. Wat is dit? Kijk, dus het ziet er echt heel smerig uit. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien als ik klaar ben. Wat is dit? Waarom niet binden, meis? Oh ja. Nou, ik denk wel dat dit genoeg is. Mama, kan ik nu de nieuwe... Goed mixen. Mixen. Iets meer mixen. Kijk, ik moet meer mixen. Ja, nee, dat is niet goed. Dit is niet de goede. Het ziet er een beetje blauw uit, alleen hier niet. Die heb ik echt iets beter geroren. Ja, het ziet er erg smerig uit. Zie je dat? En zie je dat? Hier is nog een beetje kleurstof. Mag ik er zo ruiken? Dat moet je echt ruiken. Okay. Ja, dat komt op deze scheerschuim. Die ruikt echt lekker. Maar ja, dit is mijn vader koopt die altijd bij de Action. We hebben dus ook een Action. Mama, heb ik goed gehoord? Moet je zelf denken. Ik zelf denk of ik goed heb geroerd. Nou, ik denk wel dat ik goed heb geroerd. Dus dan kan ik dit erin gaan doen. Mama, kan ik nu de lenzenvloeistof erin doen? Vijf druppeltjes. Vijf druppeltjes. Ik krijg hem niet erg makkelijk. Maar het is me gelukt. Kijk. Vijf druppeltjes. Ik heb het al een beetje opgemaakt. Moet ik dan weer gaan roeren, mama? Want ik heb er vijf. Moet ik weer gaan roeren? Nou moet ik weer roeren. Goed roeren. Wij moeten roeren. Zo. En zo meteen. Jij squeeze. En zo. Dit of dit? Dan moet je echt niet je vinger erin steken. Serieus, het begint al. Ik vind het echt beginnen. Kijk. Wat extra goed om. Misschien lukt het me niet, maar hopelijk lukt het me. Heb je dit gemaakt? Heb je dit? Oké. Het gaat echt heel lastig worden. Ja, nou, toch wel wat dieper hoor. Ik moet echt helemaal goed roeren. Wat heb je gedaan? Heb je dit gebruikt? Ja, heel goed.
is echt zwaar. Volgens mij ben ik mijn zenuwen vergeten. Maar ja, ik zou toch door moeten horen. Het is zwaar, joh. Ik heb een vraag of mijn vader even kan helpen. Papa, kan je even helpen? Ja, even helpen roeren. Het is een beetje zwaar. Kijk eens. Wow. Het begint al. Ik heb dit al in gedaan, 5 trappetjes. Nou, is dit zwaar? Nou, ik vind het zwaar lijken. Nou. Zit er ook een lijn in? Ja. Er zit een lijn in. Hopelijk gaat het lukken. Maar ik denk van wel. Er zit ook wel scheefschaam in. Ziet er ook niet uit, hè? Het ziet er erg vies uit. Geen slijm. Nee, het plakt niet. Ik denk wel dat er weer... Het plakt dan weer van het spul doorheen. Nee, het plakt niet. Dus er moet meer van dat spul in dan. Meer lijn. Ja. Meer lijn. Lenzenvlies. Ja. Meer lenzenvlies. Deze, Jente. We moeten wat meer lenzenvlies in. Want het lukt niet. Hoeveel druppeltjes heb je erbij gedaan? 5. 5 druppeltjes. Maar misschien als ze er ook te weinig lijm in Nou, daar zou ik even mee wachten, schat, want je hebt zo meteen blauwe handen. Echt? Ja. Ja, want anders geeft het nog een beetje af. Beetje meer, meis. Eww, het ziet er vies uit. Beetje meer. Beetje meer. Nog een paar druppeltjes van dat spul erbij. Je hebt dus gewoon blauwe handen, hè, als je... Hier lukt hij. Net te veel. Maar een heel klein beetje erbij. Eén druppeltje? Toen maar 3 druppeltjes. Niet alles. Oh, ja, is goed. Stop. Stop. Ja. Ik heb al een beetje. Ik heb al een beetje geraakt, dus het geeft mij niks. Nee, babyborn mag er niet, omdat het afgeeft de stof. Ja. Ja.
weet niet wat er nog meer bij moet, hoor. Ja, dan heeft er te weinig lijm in gedaan. Ja, ik kan het ook nog. Ik kan het ook zelf. Ik zoek de hele tijd, maar ik weet niet waar die is. Oké, kijk of die nu weg is. Ja. Dat is niet roerig, schat. Nee. Zo roer je niet. Nee, kan je hem dan een beetje tegenhouden? Mag ik even? Ja. Doe jij maar even. Zeg een beetje. Oh. Dit ziet er echt smerig uit. Ik zou het nog nu niet aanraken. Het ziet er echt vies uit. Het ziet er vies uit, hè? Bij mij. Ja. Bij mij nog. Ah, ik wil hem echt niet opeten. Nee. Ga je daar je zeemermin in doen? Ja. Ja, ik haal hem eventjes omhoog, schat, want ik zie hem er even aan de grote te werken. Nou, mijn vader heeft hem even omhoog gedaan, omdat het anders niet lukte. Dus. Kijk, nou praktisch. Echt? Wat? Als hij gaat plakken, dan moet er meer van dat... Dit in. Ja, moet er nog eens een paar druppeltjes bij. Ja, ho. Goed zo. Zo. Dat het gaat lukken. Oké? Eventjes afwachten, misschien lukt het. Ja, waar is dat vloeibaar wasmiddel voor? Weet ik niet. Moet dat hier ook in? Mama, moet er ook wasmiddel bij mij in? Nee. Mama, moeten we dan ook wasmiddel bij mij erin? Jente zit er al in. Hij zit er al in. Nou, toen ik hier aanraakte, dan was deze vinger helemaal niks meer van te zien. Ja, dan zul je ook zo meteen met je handen doen. Ja, daarom heb ik mijn mouw gestroopt. Ik denk dat ik een nieuw moet doen, denk ik. Kijk maar eens. Eeuw! Dat ziet er echt smerig uit. Ik denk wel dat ik even... Maar ik weet niet of dat misschien dat er nog wat meer... Meer van dit mee moet. Ja. La la la. La la la. Dan ben je wel een beetje aan het helpen. Lolo. Ja, dan ben ik toch aan het helpen, hè. Ja. Dus het is wel fijn dat je helpt. Het is in ieder geval een hele lastige taak. Maar dit is hem wel, hè? Ja, ik denk wel dat ik nu met mijn handen moet gaan doen. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Kijk maar eens. Jee, ik kan met mijn handen beginnen nu. Eeuw. Eeuw. Ja, ja, hele blauwe handen nou. Eeuw. Nee, joh. Nou, ook. Gretsie. Al wilde ze het in de ballon doen. Dan moet je straks nog eentje maken, ja. Hier in de ballon. Eeuw. Gretsie, Demi. Eeuw. Eeuw. Gretsie. Ja, doe me wat meer bij. Nee.
bij je handen plakken. Net gedaan. Het ziet er echt vies uit. Het voelt wel fijn aan. Zie je mijn handen? Die waren echt klaar van. Zie je dat maar dan? Mijn handen worden blauw van. Blijft het echt aan je hand plakken. Kijk maar naar mijn handen. Worden echt helemaal blauw van. Nou, wie durft dit nou aan te raken? Pfft. Kijk, het blijft gewoon aan mijn handen plakken. Serieus, dat is echt vies. Ik durf het echt nooit meer aan te raken. Oeh, lala. Ik lijk me te smurf. Zie dat, nog af krijg te wassen. Dan moet ik nog met vieze handen blijven lopen. Nou, ik denk dat ik het af krijg. Kan iemand me helpen? Ik niet. Kan iemand mij helpen? Ik. Ja, maar... Papa? Papa? Wat? Ga je me nu even helpen? Waar ga je naartoe? Ik kom zo, Ja, ik kan nu de telefoon niet halen. Ik kan het niet. Ik zit vast met slijm. Nou, ik ga het proberen met de lepel. Kom je er niet uit? Zit je echt helemaal vastgeplakt aan? Ja, ik zit helemaal vastgeplakt met slijm. Okay.
maar eens kijken hoe mijn handen eruit zien. Spin. Jente, kijk eens. Ja, serieus. Daarom zei ik niet aanraken. Wat ga je doen? Eeuw. Moet je zelf zien. Je moet het zien, hè. Je moet zelf weten wat ik ga doen. Ik zit helemaal onder de slijm. Heb je je handen vrij of niet? Nee! Ik heb een baardje. Het lukt me echt niet. Als ik het eruit probeer te halen, blijft het aan mijn andere hand plakken. Heb je er nog meer bij? Heb je nog meer bij gehoord? Nee, dat kan niet. Nee, wat heb je erbij gehoord? Niks. Nee. Maar mama heeft er nog wat. Nou, maar deze gaan we even uitzetten. Ja. Even wachten, want hij gaat even uit, even op pauze.